welkom bij een gloednieuwe vlog. Ik ben vandaag samen met Arne Roffel. Ja, dat weten de kijkers ook wel, denk ik. Ja, hopelijk. En ik weet het niet zo uit mijn hoofd, maar volgens mij heb ik al 20 abonnees. Ja, Arne heeft gekeken en dat is zo. Nou, hartstikke bedankt daarvoor. En Arne en ik gaan de crossbike challenge doen. En ik ook. Toch? En ik ook. Nee, het is eigenlijk gewoon Dessel. Oh, we zijn nog de blote voetbal vergeten. En nou, het is gewoon een paal eigenlijk. En die is hoog. En daar gaan we op schieten. Een eindje lopen. Dus ik zeg tot bij het voetbalveld. Ja. Nou, we zijn er. En Arne die gaat even laten zien. Dat is de lat. Ja. En de paal. Kijk hier. De paal is 1 min. De paal is 1 punt. Nee, 1 min. Hoor. Oh ja, 1 min, sorry. De paal is 1 min. En de lat. Zit erop. En de lat is 2 punten. Wat? Ja. Zo. Kijk, steek ja, Arne. Arne, ja, Arne, sorry. Die zit erop. Ja, jij gaat beginnen. Arne. Oh-oh. Arne heeft de bal zoek gemaakt. Heb je hem al? Nee. Oh, we gaan hem even zoeken. En het is 2-0 voor Arne. Dat me duidelijk is. Nou, de bal is weer boven. Terecht. Kijk. Arne heeft hem. En wij gaan even door met de timelap. Bent u klaar voor spanning en sensatie? De laatste 3 schoten worden gedaan. En ik sta met. Ja, jij staat met 2-0 voor. Hoop dat je nog even 2 strafpunten krijgt. Nou, de eerste. Wacht even, ik ga even de camera wisselen. Achter de goal. En Arne gaat schieten. Schiet hij hem op de lat? Nee. Want de bal had hij. Nee, nu ben jij nog 2 keer. Ja. Ik had beloofd, die wint, die mag. Nou, ja, ik moet zo staan. Ja, ja. Nou, naast je even. Zo. Ja. En dan is het wel leuk. Wacht even, wacht even. Zo. Is dit de vierde? Ja, dit is de vierde. Dit is de vierde vlog. Even kijken. En kijk. Nou, het is zo dat ik heb beloofd dat ik zo moet gaan staan en dan moet jij op mijn kant schieten. Ja, oké. Dus dat gaan we even doen. We gaan
doe mijn vestje even uit. Ja, ik ook. Nee, ik laat hem aan. Oh ja, anders krijg je nog meer pijn. Ja, maar het wordt wel een beetje kouder. Ja. Nee? Zo? Ja, oké. Even deze twee schoten doe jij even zonder jas. Hier komt de timelap. Hoe was het potje? Eén keer op hem geschoten. Ja, één keer op me geschoten, ja. Niet op mijn kont, maar wel op mijn rug. Als jullie nog vragen hebben voor mij, bijvoorbeeld, wat is je lievelingsclub? Wat eet je het liefst? Wat is je lievelingskleur? Dat soort vragen. Stuur dat even hieronder. En even abonneren. Ja, en even abonneren. Like this video. Dat zeg ik. Zo. En ja. Dus ik zeg. Tot de volgende vlog.